Ik weer met mijn ogen dicht. Hartsvriendinnen zijn het. Vanaf het moment dat Lot achter Anna kwam wonen, zijn ze onafscheidelijk. Lot heeft pseudoartrose, een ziekte waardoor de botten in haar scheenbeen heel zwak zijn. En als ze die breekt, groeit het bijna niet meer aan elkaar. Wonder boven wonder ging het steeds beter en ze mocht zelfs zonder brees lopen. Tot het afgelopen zomer toch weer misging. Ik was op de trampoline en spelen en ik gleed uit en kwam verkeerd terecht en toen had ik hem gebroken. Lots been wil niet genezen. Haar ouders vonden een ziekenhuis in het Belgische Leuven, waar ze gespecialiseerd zijn in pseudoartrose, maar onderzoek naar de ziekte is duur. Er is heel weinig kennis sowieso en ook weinig geld inderdaad, omdat het niet rendabel is, zeggen ze dan. Er zijn te weinig kinderen die het hebben en wil niemand erin investeren. €1 miljoen is er nodig en dus wilde Anne ook haar steentje bijdragen. Ze kwam in actie en in no time had ze een complete kindermiddag georganiseerd. Een huifkartocht en er gaan klein paardjes rijden rond en... We willen een zweefmolen, maar dat weten we nog niet zeker. En een rat van fortuin. En een kerstman. De actie van Anne geeft de beide gezinnen weer moed. Wij voelden ons zo machteloos en terneergeslagen. En ja, dat geeft meteen bij iedereen zo'n gevoel van ja, optimisme en kracht. En ja, dat geeft gewoon een positieve boost aan iedereen. Ja. 18 december moet u dus in uw agenda schrijven. Dus kom allemaal en neem je portemonnee mee.